Dus schrijven wat er in je hoofd zit op papier. Wel een tip van Tony Robbins, maar hij is wel goed. Einstein zei ooit van als het in je hoofd staat opgeslagen, staat op de verkeerde plek. Dus het is zonde om dingen die in je kop zitten, om ze maar te blijven onthouden. Het gaat nergens over, zet ze op papier inderdaad. Je hebt al een schrijfboekje bij je. Het zal mogelijk ook naast je bed liggen en dat kan je ook helpen. Wie nog meer? Dankjewel, Juri. Ik heb mijn kantoor aan huis, maar die heb ik verplaatst van kamer. En dat heeft heel veel effect gehad. Ik had hem eerst mijn bureau met computer, alles erop en eraan, in mijn slaapkamer staan. Dan denk ik, dat moet ik niet meer gaan doen. Want dan neem je juist het werk mee naar bed en de computer gaat dan heel makkelijk aan. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik heb nu even de tijd. Ik verhuis nu direct alles over. Want ik ken mezelf, als ik denk, doe ik morgen, dan is het over 2 weken. Dus ik heb gedacht, nou, ik verplaats alles naar een andere kamer. Dus ik heb eigenlijk de hele boel zitten verhuizen intern om voor elkaar te krijgen dat het kantoor op een andere plek zat. En dat werkt perfect. Super. Om 6 uur gaat de deur dicht en klaar. Super. Dus dat is een van de dingen wat voor mij heel veel effect heeft gehad. Ja, super. Wanneer ben je het meest, zit je het hoogst in je energie? Dus je hebt inderdaad je grounded energie, dat je gewoon rustig bent en vertrouwen voelt en dat het helemaal goed is. En je hebt inderdaad dat het hier zit, dat het te hoog, dat je te hoog in je energie zit. Wat triggert dat? Komt de microfoon aan. Dus wat is zeg maar een eigen, wat moet er gebeuren waardoor dat ontstaat? Volgens mij is het, tenminste wat het bij mij heel erg is dat je eerst nadenkt over iets en vervolgens het gewoon gaat doen. Mm-hmm. Dus niet als een automatisch op iets reageren. Want als ik op de automatische piloot iets doe, kan, weet je, dan lukt het wel. En dan heb je het uiteindelijk voor elkaar en dan denk je, ja, wat was nou de voldoening hier ook uit? Mm-hmm. En dan voel je je ook opgejaagd omdat je het automatisch doet. Mm-hmm. Terwijl als je er eerst even over nadenkt en dan gewoon aan de slag gaat, dan gaat dat heel goed. En dat is dus of vooral vaak 's ochtends, als je dus inderdaad gewoon lekker gaat beginnen. En dat je dan inderdaad 's middags beter met andere mensen kunt gaan. Ja, maar wat zeg maar, als je kijkt naar de afgelopen periode, heb je een paar keer gewoon wakker gelegen in bed omdat je te hoog in je energie zat of zo. Het is niet echt het wakker liggen, maar het is meer gewoon dat je s'avonds om 1 uur nog bezig bent. En dat je dan denkt, morgen om 6:30 gaat wekken. Ja, en vervolgens ben je brak de rest van de dag omdat je te weinig hebt geslapen. Ja. Ja, precies. Ja, ja, duidelijke regels voor jezelf stellen. Dus slim nadenken over, oké, waar ga jij het beste op? Ja. En als jij, hoeveel slaap heb je ongeveer nodig? Waar ga je goed op? 7,5 uur. Ja. Dus dat je voor jezelf, en wanneer moet je eruit? Wanneer gaat de wekker? Ja, 6:30. 6:30. Dus om 11 uur zou ideaal zijn als je dan je ogen sluit en dat je dan naar het droomland gaat, denk ik. Ja, ja, precies. En dan gewoon slim, gewoon intelligent hierover zijn. Klinkt heel, heel, heel flauw misschien, maar intelligent zijn en denken van oké, ik heb gewoon een uur nodig om een beetje te decompressen. Of ik heb 3 kwartier nodig, of weet je, test het gewoon. En als je dat weet, start dan met 10 uur je telefoon uitdoen bijvoorbeeld. Ja. Weet je, maar je weet wel dat het eigenlijk destructief werkt als je doorgaat. En dat is waar je discipline voor nodig hebt. Om te stoppen met werken, niet om door te gaan met werken. Ja. Doorgaan met werken is makkelijk. Ja, weet je, stoppen met werken is lastig. Ja. En voor jou dan? Voor sommige mensen is van ja, doe eens wat, weet je, kom eens in beweging. Maar voor jou is dat geen issue. Nee, nee. En ja, volgens mij is het ook zo, elke keer als je een nieuw idee hebt, ik stelde altijd de vraag, stel dat het lukt. Ja. Stel dat het lukt. Ja. Ja, weet je, dan moet je gewoon proberen en, ja. dan gewoon gaan. Ja. Hey, en ik heb ook nog andere vragen. Wacht nog even hoor. Dus dat is het punt is, je hebt vandaag een vet idee en die wil je vanavond al gaan uitvoeren. En logisch, daar ben ik ondernemer voor. Hierbij echt zet het op papier en laat het minimaal 1 week wachten. Waarom? Omdat, weet je, als ik die plint zie, dan word ik al geïnspireerd. Denk ik, ah, fuck, coole plint, kan ik business op doen, wat dan ook. Weet je, ik schrijf een story om die plint heen en vervolgens heb ik een anekdote over dat geld langs de plint omhoog klotst of whatever. Het begint wel te stromen, zeg maar. En, dus het is een goed idee. Wij kunnen nu met z'n allen heel erg enthousiast worden over een idee. Omdat wij zien de potentie. En ik noem het ook wel het probleem van de potentie. Wij als ondernemer, wij zien overal potentie in. Dus een gemiddeld idee vinden wij al fantastisch. Denk, ah, dat is cool. En voor ons voelen we ook nog een keer de verplichting om het allemaal uit te gaan voeren. Zet dat op papier en kijk er over een week weer naar. En kijk dan of je dan nog steeds zo enthousiast bent. Dat is ook wel een lifesaver hoor. Want weet je, de meeste problemen waar we in zitten, hebben we ooit ook maar bedacht. Weet je, het is ook maar ooit maar een idee wat we hebben bedacht, wat we maar zijn gaan uitvoeren. En,
Dus om het even te laten landen en na een week weer te toetsen van is dit inderdaad het briljante idee of was ik gewoon mijn enthousiaste ik weer even.